Welkom terug, trouwe kijkers, bij een nieuwe vlog van mij met betrekking tot detailing of carcleaning van een auto. In dit geval weer een BMW 4-serie cabriolet in een hele fraaie zilveren kleur met een hele fijne flake. Je zou bijna zeggen dat het geen metallic lak is, maar het is echt een metallic lak. Hele fraaie zilveren lak. De komende dagen ga ik me bezighouden met het volgende. Interieur reinigen, leer reinigen, wat schadeherstel aan de stoel. Want het is zwart leder waar op de bestuurdersstoel een wat krakkelee zit en wat schaafplekken en kale plekken. In een mooie duotoon uitvoering. Ik wil zeggen, het is wel zwart, maar met witte piping erin. Heel fraai en wit stiksel. Daarnaast ga ik de lak verzorgen, uiteraard handwas, lakdieptereiniging en een aantal stappen polijsten en dan verzorgen van IGL Coatings Elixir. Een 36 maanden versie qua duurzaamheid die hoogglans garandeert, waterafstotendheid, wasgemak en noem alle voordelen maar op. Daarnaast gaan de velgen in de coating IGL Wheel. En dan heb ik daar een aantal dagen de tijd voor om dat te gaan uitvoeren. Ik ga eerst beginnen met even de wagen droog te maken. Kap even open, zodat de randen hier, die hierin zitten ook schoongemaakt worden. Want bij de aflevering is de wagen wel gepoetst. Maar ja, hier in deze randen, zodat het dak open gaat, zit nog heel veel vuil. Rubbers die je nog schoon moet maken. Dus daar ga ik zo meteen eerst aan beginnen. Ik ga eerst de wagen droog maken. Dan ga ik aan het interieur beginnen, want ik moet wat leder plamuren. Heel klein beetje, een heel klein sneetje zit er in het leer. Ga ik verzorgen en uiteindelijk opnieuw lakken. En dan de leder voeden. En dan wordt het tijd voor de buitenkant exterieur. En dan hoop ik morgen aan de coating te kunnen beginnen. En dan uiteindelijk de dag drie, de wagen, einde van de dag afleveren. Maar goed, zover is het nog niet. Ik ga eerst beginnen met de wagen droogmaken, oordopjes in. En als je het leuk vindt om de vlog wederom weer te volgen, dan zou ik zeggen, stay tuned. Zo gezegd, had ik aangegeven dat ik ook wat leerherstel moet doen. Nou goed, ik laat het even zien. Hè. Je ziet hier kale randjes, wat krakkelee hier. En hier op de zitting ook, waar zelfs een soort breuk in zit. Dus die ga ik schoonmaken, lichtjes opschuren, afvullen met plamuur. En dan het hele gedeelte opnieuw aflakken. De zitting hier is ook wat, zit ook wat kaal stukjes in. Hier en daar misschien al wat randjes even nalopen. Voor en achter, bijrijderskant. En onderdeel van de detailbeurt van deze cabrio 4 serie. Hier gedeelte geplamuurd wat nodig was. Dit moet drogen een aantal uurtjes. Dan kan ik het uitschuren en uiteindelijk de zitting lakken. En daarna als laatste dag drie het leer voeden. Het voorgaande stukje heb kunnen zien. Het leer heb ik geplamuurd. Dat moet even drogen. Ik ga nu bezig zijn met lakdieptereiniging. Hier had ik al een stukje gedaan en dat is nu super glad. En hier is hij op zich wel glad. Maar je voelt nog hele lichte vervuiling. Dus ik ga de hele wagen toch nog even nalopen. Ondanks dat ik ook met een kleimit de wagen gewassen heb, loop ik hem toch altijd nog een keertje even na. Om toch nog even die laatste. Je hoort het op zich nog wel. Hele minimale vervuiling komt er vanaf. Oh ja, absoluut. Het maakt echt het verschil.
Goed, ik ga even de rest de wagen afmaken met lakdieptereiniging. En dan kom ik straks bij je terug. Goed, de lak is heerlijk glad en brandschoon. En ik heb de wielen er even afgehaald om beter te kunnen schoonmaken. Want tegenwoordig met het design zit er zo'n randje in de velg waar je heel moeilijk bij kan. En zeker ook van de achterzijde. Dus ik heb ze er maar even afgehaald om voor de rest goed te reinigen. En dan zodra ik de wagen in de elixir heb gezet, 36 maanden, ga ik de velg in de coating zetten. Voor nu is het voor mij hapje eten, het is 12:30. Het leer kan nog even verder drogen voordat ik dat afmaak. Misschien dat in de derde dag, daar heb ik nog mooi de tijd voor. En dan daarna, na de lunch, ga ik beginnen met polijsten. Maar eerst een hapje eten. Zo, de bammetjes zitten erin. Eerste rondje. Medium pad, medium polijst voor de eerste stap van de polijsten en daarna de finish. Zo, eerste stap polijsten zit erop, medium, en zometeen ga ik over naar de finish. Laatste stukje even, nog even afpolijsten, even uitpoetsen en dan vervolgens naar stap 3, de laatste stap. Ronde 2. Met de finish. Zo, polijstwerk zit erop. Nu wordt het tijd om aan de velgen te beginnen. Laatste restantje schoonmaken, binnenkant. Zodat ik morgen na het aanbrengen van de elixir de velgen in de coating kan zetten. Dan kunnen ze ook nog een nachtje drogen. Mooie lak, goede glans, lekkere glans. En dat wordt alleen nog maar bekrachtigd en behouden. Door IGL Coatings Elixir, de 36 maanden duurzame keramische coating.
En bij netjes cosmetisch onderhoud kan je het zelf nog uitstellen of uitrekken. Dus ja, je auto verdient het. Gewoon een goede keramische coating, je auto verdient het. Goed, de velgjes. Wat ik eigenlijk nog vergat te vertellen, is dat ik ook nog glas ga polijsten op glans. Vlekjes eruit halen. Oh, wat een mooi glanzend glaswerk. Het is echt zo'n dag en nacht verschil. Als je ook last hebt van ramen die vlekkerig zijn, smerig, bepaalde vettigheid bezitten, dan heeft IGL Coatings EcoClean Glas Plus. Dus dit is een reiniger die vlekken uit glaswerk haalt, zoals kalk, allerlei andere zaken die niet op het glaswerk thuis horen. IGL Coatings Glas Plus. Dat voor brandheldere en schone, heldere ramen. Een aanbeveling. Staat te koop in mijn webshop. Pietboeren-autodetailer.shop. En zoek onder de categorie IGL Coatings en daar kom je hem tegen. Zo, velg 1 die bijna klaar is voor de coating van morgen. En nog 3 te gaan. Zo, laatste velg is ook klaar. Morgen na de coating, de wielen in de coating. Of de velgen in de coating. Eerst ontvetten met IGL Precoat. En dan coating aanbrengen. En ik denk dat ik het met de airbrush ga doen. Ik denk dat dat het mooiste is. Voor vandaag zit de cluster wat mij betreft op. Morgen ga ik verder. En dan wordt het weer een mooi projectje. Schermlaag betaamd. Altijd eerst even ontvetten zoals je me eigenlijk altijd ziet doen. Dus ik maak daar voor de rest geen lange uitgebreid verhaal van. Dat is een kwestie van de wagen ontvetten over de gele
alle onderdelen ervan, kunststof, lak. En dan vervolgens coating aan gaan brengen. Ook als je als particulier, zoals je eigen auto wil onderhouden en een beschermlaag wil zetten op je lak, altijd even ontvetten. Goed, ik ga even de wagen voor de rest verder afmaken. En dan zie ik je zo meteen terug. Zo, Elixir. Here we go. Zo, hij staat in de coating. Nu over naar de velgen. En dan wordt het weer een fraaie BMW 4-serie cabrio. En een hele mooie zilveren kleur. Goed, de velgen. De coating, de andere drie heb ik al gedaan. IGL Coatings Wheel. EcoCoat Wheel. 12 maanden duurzame keramische coating op de velgen, die de velgen wasgemak geven, glans geven en bescherming over die 12 maanden. Ik gebruik altijd make-up pads en dan pluisvrije make-up pads. Die zijn heerlijk zacht en flexibel om de coating aan te brengen. Voor mij, ik vind dat ideaal werken. En het voordeel is omdat ze alles absorberen, zijn ze ook door en door nat. Dus je komt ook in de kleinste kietjes kom je met je vingers en dan de pet. Dan kun je de hele velg kun je bereiken. Zo, die staat ook in de coating. Die kunnen drogen en dan over een uurtje dan kan ik even een tweede laagje erop zetten. En dan zijn ze klaar, dan kunnen ze alweer onder de auto. Tot zover. Gisteren heb ik alsnog even de tweede laagje op de velgen gezet. Die hebben over de rest van de uren van gisteren en de nacht over kunnen drogen. En ik heb ze inmiddels ook al onder de wagen geplakt. En de banden al voorzien van dressing. Het enige wat bij de rest nog te doen is de ramen even schoonmaken. Zowel binnen als buitenzijde. Nog eens een gedeelte van de achterbank nog even in de ledenvoeding zetten, maar dat kan ik perfect doen straks als ik de kap even openzet. Dan kan ik er het beste bij, het makkelijkste bij. Daarnaast ga ik de ramen nog even in de coating zetten, dus de voorruit en de twee zijruiten. En de lak nog even in de IGL Premier. En dan gaan we al aardig richting het einde van dit project. Zoals gezegd, eerst maar even, nog even het glaswerk afmaken.
En ik doe dat in principe altijd op de doek spuiten en niet op de wagen zelf. Zeker omdat er al coating op zit. Zo, ik maak dit even af en dan kom ik straks nog even bij je terug. Zo, raam even in de coating. Lak heb ik inmiddels voorzien van IGEO Premier. Een op water gebaseerde hydrofobe laag die aangebracht wordt. Die 3 tot 6 maanden blijft zitten. En de lak super waterafstotend maakt. Het laatste wat ik je even nog niet wil onthouden is het lerenstel wat ik gedaan heb. Is de instapschade verwijderd en het leer voor de rest de kleine schadetjes aangepakt. Het leer voor de rest gereinigd en gevoed. De BMW 4-serie Cabrio in zilveren lak is klaar. In de afgelopen gedeelte van de vlog die je gezien hebt, heb ik uiteraard de nodige werkzaamheden gedaan. Waaronder de meest belangrijke eigenlijk IGL Elixir coating, 36 maanden duurzame keramische coating voor hoogglans, wasgemak, etc. etc. Daarnaast heb ik hem afgewerkt met IGL Premier. Op water gedragen, sealant, die super hydrofobisch is en een duurzaamheid gemiddeld tot aan 6 maanden. En uiteraard is het een kwestie van de wagen netjes bijhouden en alleen wassen met de shampoo van IGL. Ja, hij glimt weer als een malle. Daarnaast heb ik uiteraard weer het leer schoongemaakt en gevoed, wat je net gezien hebt. De laatste schade die ik eruit gehaald heb. Ramen heb ik in de coating gezet, de velgen heb ik in IGL Wheel gezet en de banden, het dressing heb ik uitgevoerd en IGL Wheel hoort er eigenlijk natuurlijk ook nog bij. Dit product kun je trouwens zelf ook aanschaffen in mijn webshop pietboeren-autodetailer.shop waar je IGL Wheel kunt vinden. Wil die blijven staan? Nee, doe het even zo. Rest mij eigenlijk alleen nog te zeggen, dank voor je belangstelling. En wellicht zie ik je bij de volgende video. En je krijgt van mij uiteraard nog het bekende rondje van de zaak. Ciao.